Welkom bij Umedenblik de podcast. De podcast waar de verhalen van Umedenblik magazine tot leven komen. Elke aflevering nemen we je mee op een leuke ontdekkingsreis... en gaan we in gesprek met de mensen die ons magazine maken tot wat het is. En vandaag gaan we in gesprek met één van de horeca mensen van rondom het leukste festival rondom de draverij van Medenblik. Mijn naam is Peter Konder. Welkom bij Umedenblik de podcast. En vandaag is Margo Kalverboer bij mij te gast. En uh, we gaan het hebben over de horeca van rondom. En met name dan in de tent. Dus uh, Margo, welkom. Nou, Dankjewel. Welkom bij de show. Leuk! <laughs> ja, dit is weer eens wat nieuws, hè. Hey, maar goed, um, Margo, vertel eens, wie ben je? Wat, 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 wat houdt je bezig? Wat is je leeftijd? Ben je getrouwd? Heb je kinderen? Maar ik weet wel heel veel van deze vragen, maar de luisteraars misschien nog niet, denk ik. Nou, hou je vast. Hou je vast. Wij zitten bijna 30 jaar in Medeblik ja. op de Oosterhaven met ons Portugese restaurant. Ja. En, en wie zijn wij? Wij zijn Filip uh, González da Costa. En morgen ook ja? Wij hebben twee meiden, twee dochters van 23 en 25 jaar. Die zijn een beetje aan het uitvliegen. Ja. Die helpen nog wel mee met de, met de piekdagen, hè? met de waterweken, met rondom, met de 24 uur draverij, dat nice. soort dingen. Nice. En uh, verder uh, ja, zijn wij onder andere partner in de tent qua horeca. Ja. En dat doe je samen met uh, nog een onderneming, ja. geloof ik? Ja, zeker. Met uh, Het Wapen van Medemlik. Uh, zij waren er al in. En uh, omdat uh, Café West stopte en rondom de tent uh, de horeca altijd draait met twee bedrijven, ja. uh, werden wij gevraagd om uh, het ja. gat van Kees te vullen. Ja. Kees Vlaar is dat uh, van uh, Hotel West ja. voorheen. En uh, ja, die is op een derde mate leeftijd dat dat uh, overging. Ja, dat was al uh, respectabel hoor. Ja. Ja, ja prima. Ja. Toch? Je moet ook op een gegeven moment weten van uh, jongens, ja. uh, oké. Okay. Het is de uh, tijd om een stokje door te geven. Ja. En daar stond jij klaar voor? Ja, nou ja, wij waren wel een beetje verrast, want wij zijn natuurlijk niet echt uh, de natte horeca. Nee. Dus uh, maar ja, we zijn wel een serieus bedrijf. En uh, ja, je moet wel serieus uh, ondernemen voor die tent, want ja. het is niet niks. Nee, het is een hele onderneming. Het is een grote organisatie, je hebt met veel uh, dingen te maken, niet alleen de tent, maar uh, ook met de commissies, met vrijwilligers, met de bezoekers, ja. personeel, ja. inkoop, alles. Ja. ja. Dus uh, ja, ik weet het, het is, dus, uh, mensen staan er niet zo heel snel bij stil natuurlijk. Maar er zit een echte hele organisatie, ja, want hoeveel mensen heb je in de tent rondlopen als het uh, uh, zover is? Op de zondag, ja. dat is eigenlijk de drukste dag, omdat je dan ook de, de grote buitenbar hebt. Dan lopen we met 30 man. Met 30 man? Ja. En dan, uh, dat is voornamelijk ook, uh, ja, uh, de muntverkoop natuurlijk. Maar ook uh, de, de barren, de bemannen, uh, ja, hand- en spandiensten. Uh, met, uh, met het intappen, de verkoop van de drankjes, uh, en alles. Ja, ja. ja het, is, uh, het is inderdaad een heel onderwerp. En ook, uh, ook de dingen die er rondom uh, de tent nog zijn: hè? Van, uh, er is iets stuk, er, gaat, er is iets, er wordt iemand niet lekker, de EBO moet geroepen worden. We hebben ook een oortje in, nou, ik niet dan, maar Frank wel. En uh, nog ja. iemand achter de grote bar loopt ook met een oortje. En dan, uh, ja, wat uh, heb uh, jij ook uh, met, uh, met de veiligheidsregio te maken in dit, in dit geval? Of is dat uh, niet aan de orde? Nee, dat is eigenlijk alleen uh, voor, voor de organisatie uh, van Zelf. het festival. Ja, ja die, uh, die doen de aanvraag en wij doen de horeca. En wij faciliteren wel alles. En is er iets qua aanvraag, dan, dan hebben we wel met de veiligheidsregio te maken. Maar het evenement staat wel op zich. Ja, hè. Ja. Er is eigenlijk nooit geen rottigheid. Nee, nee, nee. nee, nee en dat scheelt. Er zijn ook uh, geen toestanden. En uh, de, de hulpdiensten kunnen heel gemakkelijk komen. Ja. Nou ja, goed. Uh, kijk, we gaan meteen de diepte in. Heel mooi. Uh, ik, ik wou echt wel een beetje weten, want je, je bent natuurlijk horeca dier, als het ware. Want waar, waar Zeker. kom je? Waar, je komt niet echt uit Medemblik. Je bent geen Medemblik. Wel Westfries. West ja. Maar waar ben je geboren? Ik ben geboren in Nierup. Oudenierup? Nierup. Ja, dat is uh, Oude Niedorp. Dat Auwenierup. ligt tussen Nieuwe Niedorp en uh, Heerigwaard. Ja. En daar hadden mijn ouders een uh, slagerij. Maar ja, dat was natuurlijk een dorp van uh, 400 mensen of zo. Ja. Dus zij deden we al heel snel uh, bezorgen. Ja. Toen al, hè? In ja. de jaren zeventig. Ja. En dan ging mijn moeder bijvoorbeeld op de donderdag en op de vrijdag... Ging zij, uh, ...de klanten bellen wat ze nodig hadden. En op vrijdagmiddag en zaterdag ging zij bezorgen. En dan, uh, ja, dan kwam ze ook wel langs cafés. Dus bijvoorbeeld uh, de Zingende Wielen was een klant. Ja. En uh, ook uh, het Wapen van Wieringenwaard was ook een klant. Ja. En toen kondigde zij aan dat ze de boel gingen verkopen. Want ze gingen scheiden. En dus als je zin hebt in zoiets... Ja. En toen dacht ik, dus mijn moeder kwam thuis en mijn vader die zei: Dat doen we. En dat zat hier zo. In, in, die, in, die in die het dorp te en uh, in, uh, in, uh, dit gedoe. We verdienen geen geld. En we hebben drie kleine kinderen. Dus, uh, nou, ik was acht. Toen gingen we naar het café. Ja. En, en uh, hoe heette dat café? Het wapen het, van Wieringwaard. Het wapen van Wieringwaard. Ja, het ja. Ja, dus nu, uh, het staat te kopen, het is dichtgetimmerd. Oh. Uh, ja, er zijn uh, twee faillissementen in geweest. En uh, ja, dus eigenlijk niet levensvatbaar meer. nee. dat, dat is. Wel maar hoe, triest. hoe komt dat dan? Nou, wat is toch best wel een. Wieringenwaard. Oh, Wieringenwaard sorry. tussen Schagen en arnhem ja 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 Wieringenwaard ja, ik ken het wel hoor. ja vergist maar even. Ik... maar goed. Hey, um, maar goed uh, uh, Wieringenwaard dat is toch. nou ja oké okay, Wieringenwaard nou, is inderdaad wel. Uh... Ja, dat wij kwamen zeg maar in de ja eind jaren zeventig waren er acht cafés. ja. en nu is er niet één meer. alleen een voetbalkantine. dat is inmiddels toch heel anders. Ja, is wel zo. Er is wel heel veel horeca aan Medemelijk. Ja, heb ik het idee. Kom is, is, is dat wel. Uh, wel um... uh, Medemelijk heeft ook een regiofunctie, hè? Dus ja. uit de Wieringenmeer. Wij hebben heel veel gasten uit uh, um, Grote Broek, Enkhuizen. Uh, nou ja, alles wat daartussen ligt. Ja. En ook uit de Wieringenmeer. Ja. Ja, nou, dat geloof ik wel, ja. want uh, in Sloodorp, uh, Wieringen Wieringenwerf, Middenmeer, nou ja, er zijn wel een paar leuke tentjes. De is er nog voor mij. Ik weet ja, is dat niet is wel een café, maar niet meer om te eten is er nee. niet. Nee. Nee. Dus dat is natuurlijk ook, en Medemblik, ja kijk, als het bij de een niet gezellig is, kan je altijd nog naar de andere ja. lopen. Ja, ja Medemblik heeft, uh, heeft wel veel te bieden op ja. gebied ja. En ook uh, als je kijkt naar de, naar de terrasjes, is hartstikke leuk natuurlijk. En ja. uh, als het even mooi weer is, ja, dan heb je ook heel wat uh, te bieden in Medemblik, want... Die, die havens zijn, er gebeurt altijd wat, ja. weet je wel. Het is natuurlijk ja. voor ons als medewerker zelf misschien een beetje een passief gebeuren. Maar als je als buitenstaander komt, dan weet je eigenlijk niet wat je ziet. Want je hebt natuurlijk de, 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 de cultuur, de, de geschiedenis. De, ja, ik geloof wel dat als je hier met een roze bril op rondloopt, als een, met een soort van toeristenbril, dat je er wel denkt bij jezelf, wauw, wat is dit mooi hier. Nou, er zijn natuurlijk ook best veel mensen die, nu is natuurlijk nog, uh, het noorden heeft vakantie. En dan hoor je ook echt wel van de mensen die bijvoorbeeld uit het gooi komen, die zeggen van, oh wat is het hier leuk. En uh, ja, er is toch van alles te doen. Ja. En dat verwachten ze niet. Nee. En ze verwachten, ze weten niet wat ze moeten verwachten. Hè? Nee. Maar dan zijn ze eigenlijk wel een beetje overdonderd door, door wat ze zien dat is wel heel leuk ze denken misschien een beetje als ze Medemlik denken van oh dat is het einde van de wereld zo'n beetje nou dat is Enkhuizen oh dat is Enkhuizen. ja dat is Enkhuizen dat oh, weet iedereen ook oh. ja, <laughs> meedunlijk niet a7 we zijn er zo hey, volgens mij heb je nog ook nog wel iets andere hobby's dan alleen maar horeca en uh, mensen uh, daar tevreden stellen met met al jouw heerlijke gerechtjes of tenminste Filip is eigenlijk is Philippe ook echt de chef van het bedrijf. Ja, ja, ja. Filip is natuurlijk echt wel de chef, vooral in de keuken. Ja. Ja, die bepaalt ook. We hebben een maandmenu wat elke maand trouw wisselt. En uh, die bepaalt dat echt wel. Uh, ja, en altijd weer wat nieuwe dingetjes. Bijvoorbeeld, we hadden natuurlijk eigenlijk met de waterweek voet aan de kade. Nou, dan proberen we ook altijd echt wel een beetje Portugees ja. uit te pakken. Ja. Ja. En dat, uh, ja, ja in en inkopen. We hingen net nog aan de lijn met Portugal uh, waarom de wijn niet geladen was. Dus ja, dat, uh, we importeren ook onze eigen huiswijn. Ja, die moeten we wel hebben. Ja, die moet je wel we hebben. Kunnen we kunnen niet uh, zeggen van de laatste dozen gaan bellen, nee. Die moet van tevoren ja, binnenkomen. Die moet komen. Die moet toch even een stukje afleggen, natuurlijk, vanuit Portugal? Ja, ze zijn er wel met een uh, dag of twee hoor. Oh, oké. Okay, okay, ja, okay. Maar het is daar ook vakantietijd hè? Maar uh, ja, natuurlijk. En uh, ja, het is toch een beetje die zuid-europese mentaliteit, die is van uh, de, de, de Tzakila, uh, Nou, het begint te veranderen. Begint te ja, veranderen. De, de jonge generatie uh, die, die pakt uh, ja, die heeft wel de van, als we geen gas geven, dan gaat het voorbij. Ja. Ja, en uh, dat moet ook, hè? Hey, maar je, uh, je, heb je nog andere hobby's? Ja, zeker. Ik heb ook een hobby. Ik heb een paard. Dus dat is. Uh, dat dacht ik al. Uh, dat is mijn hobby. En, Lekker hoor. Uh, en dan, uh, 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 want. Ik begreep wel eens dat je ook voor de, de Alkmaar, de, 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 de draverij daar of zoiets, iets uh, doet. Ja, of, uh... wij hebben elf jaar de catering verzorgd op de drafbaan in Alkmaar. Ja. Oh, en dat is dan, niet meer? Nee, dat hebben we kunnen afstaan. Af, uh, ja, hoe noem je dat, uh, ja. We hebben het verkocht. Oh, Oké, okay. ja. goed. Lekker. Maar kwam je daar ook via je hobby in dan of zo? Nee, of? Nee, nee, nee. Dat ging via mijn ouders. Die uh, zijn uh, van Beringenwaard naar Stompe Toren verhuisd. En ja. we hadden daar een horecabedrijf. En die hadden daar altijd veel paardenvergaderingen binnen. Oh. En toen was er dus ook een uh, vergadering uh, van de Draf- en rensport. En toen was het van... Uh, ja, nou, de, de drafbaan in Alkmaar, die, uh, die gingen, waren ze aan het renoveren. En er moest wat in de horeca gebeuren. Hm? Dus toen uh, zei mijn vader dat zo van... Uh, ja het lijkt me wel leuk het is ook niet elke week dus uh, nou, en op een maandag dus jullie zijn ook op maandag dicht dus nou, misschien dan heb je wat te doen uh, misschien leuk maar dat was inderdaad al heel leuk hoor maar op een gegeven moment werd het ook wel een beetje veel we hebben het ook heel druk thuis ja, ja. en uh, ja weet je wel, op een gegeven moment ga je ook een beetje nadenken het was corona geweest en het zeiden van nou weet je als we dit eraf aan kunnen verkopen dan is dat misschien wel mooi ja en dat lukte mooi Hey, en uh, want je hebt het hartstikke druk, maar je bent niet alle dagen open, zei je met Kostas. Met maar ja, uh, wanneer... we zijn maandag-dinsdag gesloten. Maandag-dinsdag. Ja, je moet ook. Ja, je eigen weekend moment, hebben we natuurlijk ook. Ja, weet je, je, we doen het bijna 30 jaar. Hè, ja. Dus. En in ben je het nog niet zat? Nee. nee. Weet je, bij ons komen de mensen. Het is vrije tijdsbestedingen. Je hoeft bij ons niet te eten. Je gaat gewoon lekker uit eten en je wil een gezellige avond. En ja, weet je, je kan thuis ook lekker eten, maar dan moet je er van alles voor doen. Mm -hmm. En je kan ook naar ons komen en dan heb je een gezellige avond. Wij, wij hebben er zin in. Ja. Dus het is voor ons ook altijd heel leuk. Hè? Ja, en, en is de Portugese tafel nog steeds het meest uh, favoriet ofzo? of zo? Ja, uh, ja, 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 ja. Dat is, uh, in al, het begin uh, sleepte allemaal. dat ons wel de, de winter een beetje door, zeg maar. Ja. Maar tegenwoordig, uh, ja, de mensen komen ook van verre uh, om een Portugese tafel te doen. En, uh, ja, ja, maar ook de kaart is ook gewoon prima. Ja. ja, dat merk je wel. Vooral mensen hier uit de omgeving die hebben het al een paar keer gedaan. En die denken dan: van, nee, we lekker van de kaart, is ook goed. Ja, nou, dat is, dat is toch ook heerlijk? Ja. Zeker weten. Ik heb, uh, ik, heb, ik heb niet zo heel vaak de laatste tijd bij jou gegeten. Eigenlijk al een tijdje terug. Wordt misschien wel weer eens tijd. Nee. Hey, um, even kijken. Want. Nou ja, je zei al, er is heel veel uh, aan poten in die tent. Want dat begint, op welke dag begint dat een beetje? In die uh, tent? Vrijdags. Met, ja. uh, met een prominente playback show. Ja. Want, want, maar hoe, hoe combineer je dat nog met je. Want Kostas is niet dicht, denk ik, in de Nee, wij, wij zijn gewoon open. Ja. En ja. dan, uh, ja, hoe combineren we dat? Uh, nou ja, we, we hebben veel uh, mensen van buitenaf die uh, komen werken. Ja. En die kunnen we dan uh, inroosteren via een uitzendbureau. Ja. Dus, uh, en die, die doen het ook al een paar jaar. Dus het is niet zo dat we altijd nieuwe mensen achter de bar hebben. En we hebben uh, ook ons team. Ja, iedereen wil wel een avondje in de tent staan. Ja. Dus dat is natuurlijk ook een leuke afwisseling. Ja, dat vinden ze misschien ook wel ja. uh, inderdaad. Want hoeveel ja. mensen heb jij in je, in, je, in je restaurant aan het werk, zeg maar? Uh, een beetje een vaste team. Uh, uh, je, nou, je dochters elkaar, uh, doen ja, wat mee. Maar... Ja, alles bij elkaar hebben wij 16 personen. Ja. Die uh, bij ons werken. Ja. En dat is dan van de afwasser tot de bedieningsmedewerkers. En we hebben ook uh, hulpkoks. Ja. Uh, die zijn begonnen als afwasser en die vinden het wel leuk. Of ze gaan door naar de bediening of ze gaan mee uh, in de koude kant. Ja, hey, en uh, je, je hebt natuurlijk rondom zelf ook, maak je ook mee. Ook al ben je wel heel vaak natuurlijk ook op die uren aan het werk. Dat is uh, natuurlijk een misje wel eens wel wat, denk ik. Um, in die zin dat je niet overal bij kan zijn, laat ik het zo, zijn, zo zeggen. Nou, ah, ik, ik ben wel voor, uh, dat weekend sta ik voor rondom. Ja. Hey, en uh, wat vind jij het leukste onderdeel van rondom? Heb je daar een uh, idee van? Nou, ik vind de playback show altijd zo verrassend eigenlijk. Ja. Dat ik dan denk van, uh, eigenlijk elke avond heeft wel wat. Ik heb niet een favoriete avond. Nee. Nee, want het is ook die, die kinderplayback show op de zaterdagmiddag is natuurlijk ook mega. Ja. Dat je denkt van, uh, god, hoe verzinnen ze toch weer, ja. hè. En daarna die fietspuzzeltocht. Ja, als ik nu al om me heen hoor wat daar allemaal weer voor bezig is. Ja. En dat, dat schiet ook alle kanten op. Hè, tot het uh, halve uh, de big five die, die voorbij komen. Ja. En, uh, en de stewardessen en ja, de ANWB-stelletjes. Ja, dat, dat, dan denk je ook weer van ja, iedereen doet ook maar weer hè. Ja. En dan nog hè, dan in de tent zaterdagavond waar ze mee binnen fietsen. Ja, maar jouw, jouw dochters zijn ook actief geweest. Oh, ik, heb ze, ja. ik zie ze bijna altijd. Met, 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 denk ik de promenade, of nee, de, is dat de pro, playback show? De playback show. Ja, ze doen of de playback show, en dit jaar doen ze mee met de, met de fietspusteltocht. En, en jouw dochter Ivan, nee, Ivana, ja, die, is ook, oh, ja. uh, die zingt natuurlijk ook, ja, ja. Uh, denk ik. Doet ze ook mee met het muziekfestival? Ja hoor, ja, zondagmiddag. Ja, zingen de zingende ja. dames, hè. Ja, dat is toch gaaf. Ja, hey, Elena is niet zo... Uh... Jawel, die doet mee, die zingt ook. Die zingt ook. Ja, die zingt ook, ja. ja ik, ik heb, dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Hè? Oh, nou, jawel, er zijn beelden van. Oh, oh. Ja. 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 Ja, ik ken ze natuurlijk altijd. We waren natuurlijk ook bevriend met mijn dochter Janiek. Ja. En uh, van, vanaf de kleuterschool eigenlijk af, hè. Dat ja. uh, mooie, hoe, hoe ze zich ontwikkeld hebben in al die, in die, in die jaren. Ja. En ja, het zijn, uh, het zijn kanjers. Hey, um, dat kijken. is ook weer het mooie van Medemlik, hè. Dat ze kunnen hier echt prachtig geboren worden... En dan kunnen ze alles meemaken in ja. hun jonge jeugd, middelbare jeugd. Ja, ja en dan, dan vliegen ze uit, maar dat kan allemaal gewoon in Medelijk. Nou ja, weet je, uh, dat is wel waarom ik met die hoe bezig ben. En, en al die andere dingen die we proberen te ontwikkelen en, en te proberen te doen. om gewoon de leefbaarheid hier ook uh, ja, in stand te houden. Uh, dat er gewoon Reuring is en dat, dat ook jongeren denken: bij ze, oeh, ja, dat Medelijk is toch wel heel gaaf. En daar, uh, nou ja, je moet natuurlijk je, je kennis opdoen. Je gaat misschien naar Amsterdam om te studeren of whatever. Maar op een gegeven moment zou het zo wel moeten wezen dat ze dan toch wel weer terugkomen. Gebeurt ook. Om, uh, om hier je. weer, uh, ja, dat, ja. Uh, dat denk ik ook. En, uh, en als ik daar maar een klein steentje aan bij kan dragen, dan ben ik al uh, heel blij natuurlijk. Goed zo. Nou, um, even kijken hoor. Ja, be, uh, ja, jij bleef het natuurlijk altijd wel op een iets andere manier, denk ik. Sinds je met de horeca betrokken bent, ben je er ook echt heel nauw bij betrokken. Maar heb je ook. Naar, voordat je zeg maar, als horeca erbij betrokken was, ook, uh, ben, je, ben je ook uh, met, ja, met rondom... Uh, ja, 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 we hebben ook een paar keer meegedaan met de uh, Playback Show. Ja, precies. Ja, zeker. Ja, drie keer denk ik inmiddels. Eén uh, ja. keer als share. Oké. Okay. De tweede ah. keer... Uh, ben je zelf ook een beetje muzikaal gewoon. Nee, helemaal niet. Nee, ik kan niet zingen, ik kan geen maat houden. Nee, het is echt verschrikkelijk. Nee, je moet mij eigenlijk er niet opzetten, maar ik doe het gewoon. Het maakt ja. niet uit, het is voor de grap, toch? Ja, tuurlijk. Nee hoor, ja. hartstikke goed nee, dat is wel ja, We zeker. hebben we ook eens de toppers gedaan, toen bestond de zaalprijs nog niet. Nou, toen gingen ze allemaal Polonaise lopen, Het was ja. voor ons ook heel grappig. Ja, ja, ja. ja, ja. En met de Johnny's hebben we ook nog gedaan. Kijk. Ja. Jeetje. Heel over. Hey, en uh, heb je wel eens uh, een editie moeten missen? Ben je wel eens een keer dat je dacht van, ah nee, ik of... Uh, nou, we hebben één keer gehad dat ze, uh, hadden ze op de planning, op de drafbaan Alkmaar, uh, de zondag uh, gepland als koers. Ja. Nou, dan heb ik hemel en aarde moeten bewegen dat dat niet door kon gaan. Nee. Nee, dat ik kom er natuurlijk niet in tweede. Want wij gingen ook met heel veel personeel daarheen, hè? Ja, 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 ja. Dus ja, is dat was ook nog wel een, een dingetje. En dan uh, zijn we gewoon open. Nee, dat kan niet. Kan niet. Nee. Goed, Even kijken hoor. Um... Dus die is voor de rondom, is die van de koerskalender afgehaald? Daarom? Serieus, serieus, ja. Ging niet door. Nee. Ik zei ook, de horeca is dicht. Wij doen jullie, niet. jullie kunnen die koers organiseren. Maakt, mij, maakt ons niet uit. Maakt maar ons niet ja, uit, maar wij zijn er niet. Er is geen horeca. Maar misschien nu het overgenomen is, kunnen ze weer op. Uh... Nee, ja, dat doen ze niet. Dat is niet handig. <laughs> het is niet handig, want ze hadden er gewoon niet goed over nagedacht. Want ze, er liepen altijd twee kalenders naast elkaar van de vaste banen, dus had je duindicht, Alkmaar en Wolfra. Ja. en uh, de korte banen. Oké. Okay. En die liepen eigenlijk niet synchroon. Dat, dat gebeurde ook wel eens dat er dan twee koersen waren uitgeschreven, een op Alkmaar en eentje in Lisse of zo. Ja. Ja, dat is natuurlijk dom. N is niet handig. Nee. Nee. En dan hadden we weile Corrie, uh, Kammer die dan uh, daar uh, ook zich oh, ook ja. hard voor maakte. Ja. Ja, 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 Cory, ja. ja, Corrie. ja. Gevlogen, uh, uh, ja, die ging er ook voor, hoor. Bestuurder van, ja. uh, van de draverij, hè? ja, zeker. Nou goed, we hebben het nu over rondom dat is eigenlijk als een festival om de is heen gebouwd. En uh, nou ja, eromheen, uh, eigenlijk voor vooraf, want ja. de maandag is de draverij. En uh, hoe, hoe bleef je de draverij? Is dat ook nog een beetje een ding voor je, of ben je dan dicht met je? Nee, nee, wij zijn open, wij hebben oh, het hard maar nu op de maandag, ja. En uh, ja, ik loop daar meestal nog met eentje of twee lopen wij nog te plastic prikken rondom de tent. Om te zorgen dat dat niet helemaal de wijk inwaait, ja. alles wat er nog ligt. Ja. Dus ja, de, ja dat is wel een beetje, een beetje jammer natuurlijk hè, dat dat, dat nodig is. Ja, oké, okay. ja. Uh, maar daar... Uh, er, 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 da er zijn... Er zijn uh, We werken ik, eraan. Ik was bij uh, Dijkpop en daar hebben ze uh, ja, uh, een soort van statiegeldbekers uh, glazen mm -hmm. Dus uh, die werden wel redelijk vastgehouden. En die kon je dan natuurlijk wel omwisselen. Ja. Maar dan uh, zag ik in ieder geval heel wat minder uh, glaswerk uh, of misschien... We hadden met de waterweken gewoon ook uh, op, de, op de prijslijst, zeg maar. ook uh, gewoon even erop gezet van lever je beker in. Ja. En dat gebeurde. Kijk. Kijk, het is een mentale uh, ja. dingetje, hè? Ja. Dus dan, en dan, dat gaan we ook doorvoeren. Leef je, je beker in. Waar zijn de bekers? Ja. Leven ze in. Ja. Dus, in plaats van uh, ja. gooi maar achter je neer ja. of whatever. Ja. Hey, uh, thema dit jaar is vakantie. Heb jij daar nou wat mee? Mm, ja. ja, wel, ja, tuurlijk. Ja, wie, wie gaat er niet op vakantie? Elk jaar naar Portugal? Ja, we gaan sowieso naar Portugal. Ook voor, uh, voor, voor de spullen die we nodig hebben. Ja, oh, oké. Okay. Ja. Ja. En uh, we, er woont natuurlijk nog familie in Portugal. Ja, Philippe's en ja, ja. ouders wonen daar. Ja, zus. Ja, dus daar sowieso. <coughs> en we proberen ook uh, elk jaar wel uh, iets nog buiten Portugal om te doen. Dus we zijn van het voorjaar naar Sevilla geweest. Heel erg mooi. Ja, ja. ja en verder, uh, ja, of een keertje naar Egypte, naar de Rode Zee. Ja. Lekker snorkelen. Maar heb jij niet dat je dan op een gegeven moment, januari, februari, dat je nou ook een beetje gewoon even in de rust gaat? Van, of gaat het hele jaar door? Ja, wij, wij draaien het hele jaar door. Ja, nee, het is niet zo van: uh, nadraverij uh, zak medemelijk in, dat is niet zo hoor. Dat, dat zeggen ze, zo. dat is niet zo. Nee, dat weet ik wel. Iedereen leeft gewoon door, dus uh, mensen gaan ook gewoon uit eten ja. en gezellige dingen doen. Ja. We gaan dan niet uh, opeens uh, op de bank hangen. Nee, en er zijn natuurlijk ook nog genoeg activiteiten even goed, hè? want uh, na de draverij hebben we de bokken toe nog. En, uh, de, de Sinterklaas ja. binnenkomst ja, en de Dikkensdag. Dikkens, ja hoor, zeker. Dus er zijn gisteren nog wel uh, momenten waarop je, je zegt... nou ja, dat is toch wel grappig om weer naar medemelijk toe te gaan. Ja, en, en, en een beetje verjaardagen. Alles gaat het hele jaar door, hè? Ja, dus, ja. Uh, die stoppen niet. Nee, nee. En, en iedereen viert ook weer lekker alles. Ja, hey, en, uh, maar goed, ik kan me wel voorstellen dat het januari, februari... wel iets rustiger is van, vanwege al die festiviteiten... die dan in december zijn geweest. Of heb je daar helemaal geen. Nou, uh... vaak hebben wij in januari nog wel heel erg druk. Want er zijn ook veel mensen die zeggen: van... Nou, december is dit al zo vol. Ja. We doen het in, lekker in januari. Dus, dus meestal is het in februari dat we een dipje hebben. Ja. Maar die duurt twee weken en dan is dat ook weer voorbij. Ja. Nou, uh, we racen door het hele verhaal heen. Ik denk dat we al heel veel besproken hebben, Margot. We zijn nog. Uh, uh, we plakken er nogal wat aan vast. Hé, hey, maar uh, even kijken hoor. Um, ja, het hele festival, zoals het rondom, ja, dat rondom, dat, dat bestaat van een vrijwilligers. Ja, dat ben jij nu niet, want je hebt toch ook een nee, commerciële wij rol. ook een uh, commerciële, maar dat moet ook. Hè? Ja. De kosten zijn enorm. We hadden nu uh, toch wel een behoorlijke tegenslag dat de tent opgezegd werd. Op drie weken terug, ja. Die man die is uh, acuut gestopt met zijn per direct gestopt met zijn bedrijf. Die uh, dus we moesten op zoek naar een nieuwe tent. Nou, die oh, is natuurlijk Dat is Jan, Veel. Jan 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 Ja, schoolmaker. ja, ja. Oh. uit het oosten van het land, ja. ja. Ook uh, verder uh, weinig communicatie meer mee. Uh, nee, uh, nee, zoek maar een andere tent. Nou ja, die is dus twee keer zo duur. Ah. Ja, dat is echt wel uh, heel erg. pittig. Waar dat is gestopt. <laughs> Ja, maar, wow. uh, ja nee, maar het is dus. Uh, nou ja, dus we hebben natuurlijk wel. Uh, we zitten best hoog in de kosten. Want we huren de tent, uh, uh, het geluid, de barren, het personeel wordt gewoon betaald. Dat zijn geen vrijwilligers. Al die kosten die worden door jullie betaald? Ja, die betalen wij allemaal. Ja. ja, dat is wel serieus. Dus dat is. Ja, de beveiliging, echt alles wat er omheen zit, zeg maar. Dus de, de commissies, dat zijn vrijwilligers. Ja. En verder wordt alles betaald. Maar ja, dat zijn ook betaalde krachten. Dat is ook professioneel. Wordt dat ingehuurd? Dat moet ja. ook goed. Ja. Want als je nagaat, op de zondag, dan, dan kan er zo 2000 man lopen. Hè. Ja. Dan kunnen we niet even houtje touwtje doen. Nee. Dat, uh, met, met vrijwilligers nee, uh, nee. achter de bar. Nee. nee, dat kan niet. Nee, want het moet ook gewoon echt veilig gebeuren. Hè. Ja. Iedereen moet er kunnen komen. Ja. En er zijn ook mensen in een rolstoel die daar zijn. Hè? Ja. Die zijn ook welkom. Ja. Dus het is, uh, het, maar het wordt wel door iedereen heel netjes gedragen. Ja, snap ik. Dat merk je wel. En ja. dat is heel erg leuk van het hele festival. Ja. Dus ja, wij hebben daar kosten aan. En, uh, dat, en die betalen we door de muntjes. Ja. En uh, ja, daar, daar gaan we ook zorgvuldig mee om. En we proberen ook die, die muntprijs zo laag mogelijk te houden. Ja, ja en dat... Uh, ja. Maar nu moet hij iets omhoog. Voor, nou, we, we zijn nog in onderhandeling, dus we, we, we gaan er toch voor. Maar we, we kunnen nog niks beloven. Nee, maar dat snap ik. Het is ook, uh, oh joh, maar uh, ja hoor, dat, is, dat, is, dat is, vertel mij wat, in de Bokkentour ook. Ja, de, de kogelwaarde stopt ermee en de, oh, ja. uh, dan, moet ik, uh, ja, dan moet je toch weer kijken of je wat anders kan verzinnen. Ja. En dat geeft allemaal niks, want dat, zijn ook, dat is ook de uitdaging. Ik bedoel, het is voor mij ook een commerciële uh, aangelegenheid. Maar ja, desondanks gaat er toch stiekem heel veel tijd in zitten. Tijd in zitten, ja. En geld ook. En uiteraard. geld ook, ja. Zoals ja. die band van zaterdag, ja, en dat die is gewoon, die wordt volledig betaald, hè? Ja. Dus ja. Uh, en, en zondag hebben we het muziekfestival. Ja, het geluid wordt 100 betaald. Ja. Er zit geen vrijwillige bijdrage bij niks. Nee. En dat kan ook niet, want hij moet ook mensen inhuren. Weet je, zo is dat nou eenmaal. Kijk, dat is oké, okay, hè? Precies. Het punt, punt ja. is natuurlijk dat, uh, dat, uh, dat Pieter Ratten doet dat zeker doet. Ja, en het is ook leuk, want het is wel de medemlikkers met precies. elkaar, voor precies. elkaar, door elkaar. Ja, ja. helemaal. En, en, en je moet degene die nou eenmaal commercieel hieraan verbonden zijn ook wat gunnen. Dus dat is ook uh, belangrijk, want anders dan kan het niet bestaan. Dan nee. moet je entree gaan heffen of weet ik het wat. Ja. Nou, dat is iets wat, wat, wat rondom absoluut niet wil. Die nee. willen dat alles vrij toegankelijk is, dat iedereen overal gratis aan mee kan doen. En uh, ze hebben wel een uh, don donateurschap natuurlijk. Uh, natuurlijk is het fijn als er uh, natuurlijk op die manier ook nog wat binnenkomt. En uh, de sponsors zijn heel belangrijk natuurlijk. Ook die uh, zorgen voor een uh, stukje van de kostendekking. Maar ja, ik hoorde het al wel, zo'n zo stadsquiz, ja, dat, dat, is toch wel een, uh, dat kost toch wel wat, weet je wel. Er zit een hoop kosten aan die. Uh, wat je ook niet zo 1, 2, 3 bedenkt. Maar goed, je kan het je voorstellen. Ja. Maar goed, um, heb je nog een. Want je noemde net al iets leuks. Maar heb je nog een leuke anekdote die, waarvan je zegt. Nou, die wil ik nog even met je delen. Want dat is. Uh, dit is me echt bijgebleven van rondom. Of... Nou, het is wel een rollenkosten hoor. Die, die rondom dat hele weekend. Uh... Ja. Ja, maar wat, wat ons wel uh, wat nou ja, leuk. Uh, het kwam door het weer. Dus de eerste stadsbrunch die georganiseerd werd, die hadden we toen eigenlijk alle minuut naar binnen gedaan. Ja, dat weet ik nog En uh, ja. het was wel heel leuk. We uh, hadden ook een uh, mannetje met een uh, accordeon en die ging ook nog een beetje zingen. En het werd gewoon een hele leuke zondagmiddaguurtje, weet ja. je wel. En Ook de mensen die er waren, die uh, het, het was gewoon heel gezellig Er kwamen er nog Duitsers uit die stoomtram. Nou, die die wisten niet wat ze zagen, nee. en die die gingen ook even helemaal los erop. Dus het was het was heel klein, maar het was wel heel knus in ja. de tent. Ja, en dat was wel uh, een van de leukste dingetjes eigenlijk. Want verder is het toch allemaal wel ja, heel erg uh, massaal. Uh, ja. ja, het is uh, de, de fietspusteltocht. Ja, er zijn heel veel mensen die meedoen en dan ja, is het allemaal wel heel erg groot. Dus wij staan eigenlijk wel een beetje aan, weet je wel? Ja. Dat, die hele, dat hele weekend. Ja. Maar dit was eigenlijk wel een heel leuk knus momentje. Ja. Die, die, uh, die stadsbruns in de tent. Ja. En, en dat is nou weer gepland, denk ik, buiten. Ik weet eigenlijk ja. niet precies hoe het... Uh... Maar goed, we, we, alles is ook terug te vinden. Alles wat, wat je maar wil weten over de horeca en over wat voor programma er is. Uh, dat komt natuurlijk in ons mooie rondom magazine te staan. Maar ook op uh, online, hè, rondom daar staat ook alles op. En veel foto's, hè? Veel foto's. Veel foto's, ja, heel ja, leuk. Ja, dat is gigantisch. Nou, wat nog wel leuk is, dat, dat vinden wij zelf eigenlijk zelf heel erg grappig. Ivana, onze oudste dochter, die uh, was een keer uh, de, ja, de act met de playback show. En dan dat zei zij dan bijvoorbeeld uh, eventjes voor de jury, hè. Dat die gingen dan in juryberaad en zij zong dan... Ja, iets van, uh, ik, ik weet het eigenlijk niet eens, want ze heeft al een paar keer zo echt ja, ja, gedaan. Ja, ja, ja. En toen was er iemand die achter mij langsliep en die zei van, uh, goh, wat leuk hè. Nou, dat had ze eigenlijk live moeten zingen. <laughs> toen kwam er weer iemand anders die <laughs> vloog op haar, haar af en die zei, dat was live. <laughs> <laughs> ik was zelf zo verbaasd is huh? ja. ze zong toch gewoon, weet je wel. Ja, 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 ja. Dat ja. was eigenlijk wel heel erg grappig. Maar ja, ze dachten dat het, dat het playback was, omdat ze zo mooi zong. Nou, ja, maar zij kan echt iets zo instuderen, dat het dan net alsof het niet... Dat het nep is, weet ja. je wel. Zo nadoen. Ja. Dus dat was eigenlijk wel heel grappig. Ja, ik heb, ze, ik heb haar gezien natuurlijk ook nog met Karin Bloemen, een paar jaar terug op het... In de, dat is natuurlijk iets oh, ja, heel anders, wees, maar dat ja. is ook... Uh, nee, in, uh, oh. was dat niet in... Uh, nee, ze hebt toch ook in... Uh, of was dat niet in M in, M in, in met, Ja, met, uh, met de Waterweek. Ja. ja, heeft ze ook met, met uh, labbloemen <laughs> En uh, ja, dat was, die was ook leuk. Ja, nee, en nog een uh, in Twist toen, toen, toen. Twist zien. Ja, nou ja, uh, ja, 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 nee, ja. Ja, ja, ze heeft natuurlijk best wel veel dingen ja. Al, uh, gedaan. Ja. En ze, ze zit bij uh, Talpa of zo? Want, uh, doet ze dan nog stage ja, lopen? Of nee, of is dat, uh, nee, 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 ze is 25, dus ze werkt. Uh, nee, bij Talpa is ze weg. Ze zit nu bij Fremantle. En die maken bijvoorbeeld. Uh, eigen huis en tuin, oh. uh, heel Holland bakt, uh, 112 oh. vandaag, allemaal dat soort uh, ja. Leuk. Dus het, zij maken programma's voor NPO, voor uh, RTL, uh, voor van alles. Ik heb er nog een keertje uh, soort van geïnterviewd, maar ja, geen tijd gehad om er iets mee te doen. Maar dat lijkt me wel, wel leuk hoor, om dat nog een keertje op te pakken. Rondom bestaat zo'n beetje uit 250 vrijwilligers. Uh, hoe zou het eruit zien als die vrijwilligers geen vrijwilliger waren? Nou, ja, dat is niet mogelijk. Nee, is niet nee, dat is het echt niet mogelijk. Nee, vrijwilligers, die vrijwilligers zijn echt heel belangrijk. Ja. Voor rondom, voor, bij de activiteiten van de STEM. Die, die, en, en bij jou, bij de bokkentouren, dat is echt. Echt vrijwilligers, daar draaien we toch gewoon ja, op. Ja. En anders kan dit allemaal niet in medemelijk. Nee, nee, of of het moet gewoon, ja, of je moet entregaan moeten hebben of zoiets. Ja, dan, uh, maar ja. Dus, nee, maar dan is. Uh, dan wil je het ook niet. Dan wil je ook niet. Nee, dan is en en ook bij de prins Hendrik, al die vrijwilligers, dat het kan niet anders. Nee. Maar ook zoals we, dat we toen de catering deden op de Drafbaan in Alkmaar, daar liepen ook heel veel vrijwilligers. Ja. Dus dat soort grote dingen, die draaien echt. Uh, dat kan alleen maar voortbestaan met vrijwilligers. Het ja. uh, moet niet onderschat worden. Nee, en dan hebben we het nog alleen over dit soort evenementen als het ware. Nou, uh, dan hebben we het toch over de sociale uh, ja. vrijwilligers, uh, mensen die, die mantelzorg verlenen of whatever. Ja, nou, ah, dat, maar dat is ook zo. En dat is ook goed. ook. En blij dat, dat, uh, dat iedereen dat ook uh, nou ja, begrijpt. Dus, nou, dan wil ik het uh, af gaan sluiten. Ik, uh, ik denk dat we. Ik uh, denk, denk dat we alles gehad hebben. Bijna alles. Nee, we kunnen niet alles hebben. Nee. Gehad. Een, een beetje, een beetje zo Ja. Nou, um, goed dan. Uh, nou ja, dan is het, uh, zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Uh, Margot, ik wil je heel erg bedanken voor jouw uh, gesprek hier. Uh, nou, was gezellig. Ik vond het leuk. Ik heb je uh, wat uh, geleerd. Klein beetje. We oh. wisten al best veel natuurlijk. Ja. Als je als medemblikkers in ja. elkaar kent, dan weet je wel even. van het rijden en zeilen van elkaar. Ja. En, uh, maar goed, uh, de luisteraars, ja, die, uh, die zijn weer ook weer wel heel wat wijzer geworden. En, uh, nou ja, ik wil iedereen bedanken um, voor het luisteren in ieder geval. En uh, dit was uh, You Made A de like podcast. En tot de volgende keer. Graag gedaan. Joe.